Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe update video. Vandaag gaan we paarden kopen. Ja, natuurlijk gaan we paarden kopen. Ik sta vandaag naast Naomi Fench Camp. Is een goede vriendin van mij hier op Stadsteven. En ze zit ook op een nieuw paard. En ze hebben naast staat aan trouwens. Dus we gaan gewoon leuke paardjes kopen en we zien hoe dat wel verder. En ik zit niet echt lekker op het moment. Want mijn kussen zit heel erg te vervelen in mijn rug. Moment. Zo. Sorry als jullie mijn vogeltjes horen. Ik wil graag naar buiten. Alleen dat gaat een beetje moeilijk als ik hier zit. Dus we moeten maar eventjes lekker wachten. Dus en er staat nog een vriendin van mij daar. Er staat ook een vriendin van mij. Dat is wel heel erg grappig. En er zijn best wel veel, veel mensen online. Dat was wel jammer. Maar ja, we gaan deze keer naar Jovikstal en ik heb de update niet aanstaan. Begint al goed. Dus dat ga ik eventjes aanpassen. Want anders gaat het een beetje moeilijk worden. Ja, sorry, jullie zien dat nu in beeld. Het is spijt me. Zo. Ik was helemaal vergeten om dat te doen. Sorry daarvoor. En voor jullie het weten, ik heb ook een reshade. Maar dan ben ik een beetje gaan kijken aan hoe ik het leuk kan optoven. Want nu ziet het een beetje zo uit op een moment. Dus Oké, dat vond mijn computer niet zo heel erg aandrend leuk. Goed, ja. En mijn OBS ook niet. Dus ik snap hem lekker uit. Dat is beter voor mij. Dus we gaan gewoon lekker naar Jovikstal. En we gaan gewoon even kijken wat allemaal te vinden is. En en we zien het wel. Want ik ben best wel benieuwd hoe de update is. En ik heb mijn naamboekje weer bij de hand. Want anders gaat het toch alleen maar fout met mij. Want ik weet nooit een naam. En dat is heel irritant. Maar goed, dat is niet erg. We gaan gewoon lekker even bekijken. En dat is een jam bezig of zo. Komt die naam weer een champ? Ja, ik heb de champ gemist. Nee, dat ben je niet. Ik heb gewoon letterlijk de champ gemist. Dat is echt heel jammer. Oh, de tijd is weer goed zo te zien. Want gisteren was het nog op de... Even denken, de wintertijd. Ik zal even nadenken, dat is echt irritant. Maar het staat nu goed. 13:36. Ja, dat klopt. Even kijken, welke champ komt hierna om 2 uur nu heel kwets. Ja, dat ga ik dus niet redden, want ik denk dat ik wel de update klaar heb. Nou goed, we zitten op Wizard, mijn magisch paard. Ik vind hem eventjes zo leuk voor een moment. Want het magische, dat heb ik niet zoveel zin in. Nou, wat is de missie eigenlijk? Ik schrik me helemaal dood. Dit meen je niet. Ik schrik me echt helemaal dood. Maar maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Want ik dacht, oh shit, mijn stadstable crash of zo. Maar nee, we gaan gewoon even kijken naar de nieuwe paden meteen. Maar ik wil de missie hebben, niet de nieuwe paden. Dit staat nergens op. Lily. Nou, waar staat Lily nou? Lily, where are you? Ik moet Lily hebben. Oh, hier staat ze. Gewoon hier bij de paden. Het begint al goed. Onderzoek wat er misgaat in Jovikstal. Sure. En wat moet ik allemaal doen dan? Sorry voor mijn vogeltjes. Trouwens, die willen graag naar buiten. En ze blijven krijzen totdat ze naar buiten zijn. Dus ze hebben gewoon even pech voor een keer. Want ik ben niet in de buurt. En stel dat gaat iets mis. En ik ben er niet. Ja, dan kan ik niet ingrijpen. Ik heb wel mijn... Op deze telefoon hier heb ik wel een camera. Maar ja, ik ga niet constant op letten. Want dat heeft geen zin. Dus... Dan moeten we gewoon maar even wachten. Of ze het leuk vinden of niet. En het wachten word je echt een beetje gek van. En loopt even random een varkje rond. Maar goed, is niet erg. We gaan gewoon lekker verder. Ja, maar waarom moet ik allemaal gaan opruimen? Of zegt hij dat hij het opruimen is zo? Maar maakt niet uit. We gaan gewoon lekker dingen opruimen. Prima, we gaan het toch lekker opruimen. Dat is niet erg. Oké, dat hebben we nu ook lekker verbracht. Helemaal leuk. Oh.
Ja, natuurlijk heb ik al snijdt. Dit ga ik even uitzetten, want anders wordt er helemaal weg van. Martina Zunvin heeft hulp nodig met varkens op haar boerderij. Oh, moet ik dat ook nog gaan doen? Oh, leuke paardjes staan hier. Dat zie ik echt nu pas of zo. Maar ja, volgens mij staan ze al maanden daar. Ik ben vergeten om iets te drinken, merk ik. Maar niet uit. Dat doet het nou wel. Zullen we gewoon de waarheid gewoon zeggen? Kijk wat er gebeurt. Oh ja, gebeurt gewoon helemaal niks. Ik krijg geen straf of weet ik veel wat. We worden gewoon hier even boeien. We krijgen XP. En 75. Oeh. Oeh. Oh, dit gaat leuk worden. Lopen 5 varkens door deze zoek en ze terug van een varkensstal brengen. Sure, dat gaan we even doen. Oh, hier loopt al eentje. Kom eens even hier, jij. Niet weglopen van mij. Die andere loopt daar of zo? Ja, hier loopt die. En ja, ik zeg het eigenlijk als ik het klaar heb, want dat is niet zo handig. Ik wou wel zeggen, maar dat kan ik beter na deze missie doen. Dus ik dacht van, laat me zitten. Ik zeg het hierna wel. Huh? Waar is die varken nou? Hij is hier ergens, maar ik zie hem niet. Oh ja, ik zie die dingen hier. En het is een zwarte. Ja, ook lekker dan. En waar zit die andere? Die zit helemaal daarachter. Serieus? Oh, daarom liep die varkje ook daar. Want ik vond dat zo gek. Van waarom liep die varkje de hele tijd daar? Maar nu begrijp ik het. Hallo, ik klik dat erop. Een bedje. En nu moet ik ze weer terugbrengen. Dat is wel grappig. Wee! Leuk tipneeltje zo. Zo even dus een leuke foto maken. Even die mensen weg. Ja, hallo, mag ik? Even een leuke fotootje maken. Zo. Ja, misschien gebruik ik het gewoon totaal niet voor mijn thumbnail, maar is oké. Waarom moest ik ze hier? Oh, hier is nog eentje. Ja, maar ik wil niet op dat picknickmand of weet ik veel wat doen. Ik wil ze gewoon pakken en terugbrengen waar ze horen. Nou, hopelijk heb ik het goed gedaan om ze terug te brengen, want ja, vorige keer had ik ze laten stappen. Oh nee, hebben ze haar weer hoor. Oh mijn god. Ik mag dat hele mens niet. Ze moet altijd maar verpesten. Sabine, zo de mietreffel. Want jij hebt me laten dwingen. En ik heb het gedaan ook nog. Volg Sabine naar een plek waar jullie kunnen praten zonder dat iemand meeluistert. Maar deze werd ik toen een keertje level 25. Of zoals mijn vorig jaar of zo. Weet ik niet meer. Maar ja, maar niet het. We volgen haar en ja, ik merk al wat ze wil. Het is wel grappig, zij hebben een wafpaard en ik ook. Maar ja, het is ook een magisch paard, dus ik vind het prima. Nou, waarom zeker dat plekje waar die boom staat zeker? Dat denk ik wel eerder. Nee, 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 nee. Ben je dan klaar met wandelen? Oh. Sure. Als jij dat vindt. Lijst wat ze binnen te zeggen. Oh, we krijgen handschoenen. Laat me het even goed kijken. We krijgen handschoenen. Ja, leuk. En ik wil bijna een kruisje duwen. Dat is niet zo handig. Maar ik ga het niet lezen, want dat duurt altijd zo verrekte lang altijd.
Oh, en toen waren opeens mensen. Ook helemaal leuk. Haal de doos van Spino op in het gebouwtje van de GND. Waarom moet ik allemaal van die rotklusjes doen? Maar goed, misschien om het vertrouwen te winnen of zo. Ik zou het niet weten. Was vorig jaar was ik ook eerder nadenken van waarom moet ik deze dingen doen. En ik val tegen een steen. En ik ben mijn paarsbanden uitgetraind, zie ik. Olé, olé. En ik klik een beetje, ja, ik heb best wel slecht geslapen. Dus ik denk dat ik wel een beetje zo raar klink nu. Maar niet uit. Ik probeer gewoon een beetje opgepept te doen. Maar het werkt niet echt altijd, want ik ben zo ontzettend moe. Dat wil je niet weten. Dus we gaan gewoon lekker verder. En hallo, mag ik dan klikken? Dank je. En we moeten dit weer drukken. Krijg je dit weer, ja. Nou ja, wat ik wou zeggen is, ja, dat kan ik beter na deze missie helemaal de missie doen, want anders, oh shit. Het is geen laatste toen fout. Wou even goed kijken hoor, waar kan ik precies heen? Die blijft stilstaan. Nou ja, ik ben er al. Mooi. Je moet een beetje goed kijken waar je naartoe moet. En dan komt het verder wel. Dus ik krijg volgens mij geen XP van mijn paard. Maar ja, dat krijg ik, zie ik dan wel weer. Waar staat ze eigenlijk? Oh, hier. Hier staat ze. Huh? Ze is nu weg of zo. Ja, weet ik niet waar ze binnen is. Was dan met de nieuwsgierigheid of inhoud van de doos. Oh, we gaan er eventjes in kijken. Een vlambe. En volgens mij heeft het iets met ontploffing te maken. Nee, ik moest kijken wat je aan het snuffelen was. Ik was heel nieuwsgierig. En laat. Nee, jij spot ook niet. Je hebt jezelf erin geluisterd. Je hoorde ik mezelf inluisteren in godsnaam. Ik snap jou niet. Mijn paard gaat even op. En ik heb het helemaal fijn voor me. Maar dan is het erg. Op zich. Oké, mech maken van Sabine. Wee! Waar is ze eigenlijk? Ja, maar waar is ze nu? Oh. Oh, ze rijdt daar. Huh. Mijn paard is niet snel genoeg. Oh. Oh nee. Oh. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ja, dat bedoel ik. Ik wist waar ik naartoe moest. We beginnen even opnieuw. Upsie. Niet letten wat zij aan het doen was. Oh, gaat weer fout. Dit meen je niet. Dat is echt alles gefout. Oh, dat is echt erg. Hopelijk heb ik hem nu wel een beetje achter me gelaten. Oh, ik moest hierheen. Oh ja, dan snap ik het dat ik niet gehaald had. En ik was een beetje kwijt wat ik moet doen. Oepsie. Oh, oké. Okay. Daar komt zij weer. Nou ja, ik zie jullie zo als ik op dat plekje ben. Dus dat is zo. Nou, ik ben er weer. Hopelijk gaat het nu wel gewoon goed. Oh, deze kant op. Waar is ze nu eigenlijk? Dat ging helemaal fout, dat springen over dat ding. Nee, dat schaam geen helemaal zwaar. Nou, ging ik alsnog hier. Handen!
Ik ben nog klaar. Oh, hier. Ik moet met Anne, Anne praten. Ik bedoel, Alex moet ik praten. Waar moet met dat in staan? Padlin en aanroep, spinnen en vuurmerk. Sure. Helemaal fantastisch. Vind alle staafvuren die je hebt laten vallen. Oh, 5. Oh, ik dacht al, dan is het helemaal gekke werk. Gelukkig zijn er nog... Hallo? Paard? Oh, daar ligt nog eentje. Huh? Waarom maak ik dan niet meer op klikken? Is dat maar weer? Nee, dan pak ik de verander. Dat is gewoon mijn stas. Dit heb ik gewoon gekregen. Huh? Ja joh, ik moest best even mijn paard af ofzo. Ja, lekker dan. Maar ja, waar is de andere? Oeh. Over 10 minuten is de champ. Zullen we daaraan meedoen? Waarom ga ik steeds mijn paard dat doen? Dat is vreselijk. Waarom ik steeds van mijn paard... Maar oké, ik heb hem nu klaar. Ik snap het. Oh ja, Sabine staat er weer bij hoor. Waarom? Voor een onplezierig gesprek met Sabine. Nee, ik ga niet meemaken met jouw plannen, want jij bent gemeen. Ja, daar gaat ze nog. Nou, moet ik weer met haar praten. Ontdek hoe het met Sabine en het vuurwerk afloopt. En we krijgen een broek. Oké, leuk. En nu mag ik opeens plezier maken. Ja, oké, okay, leuk. En pas level up. Oké. Okay. We gaan eventjes kijken naar de nieuwe paardjes. 3 nieuwe kampioenen. Ja, die staan dus hier. Deze 3, en ze kosten 950 stakken. Serieus, dat is even. En Sabine hebben we nog een beetje gehad. En de festivalpaden, ja, die waren afgespreid. Hadden we vorige keer al gezien. Nou, waar is even? Doen ze niet die paden of zo? Oh ja, nieuwe dingen. Ja, de nieuwe setjes. Bedoelen ze niet die paarden wat hier zo staan die nu in de afprijzing zijn of zo? Nee toch? Nee. Zou wel kunnen, maar ik denk dat er bij die molen staan dat het de paarden zijn die ze bedoelt. Nou ja, ik sta nu toch hier, dus dan kunnen we even kijken welke... Weet je wat, ik koop ze gewoon beide. Ik koop ze gewoon allemaal. Boeien. Oké, okay. We gaan even kijken. Deze hebben we gehad, dus we gaan daarna even naar Moorland. En dan gaan we gewoon even kijken wat de bonuswinkel nu als verpetting heeft. En hopelijk ga ik de champ halen en doe ik het weg. Even kijken, welke naam zullen we deze paardje doen?
ik weet geen naam. Dat is weer zo stom. Mm. Lekker geur op elkaar, maar niet uit. Hm. Weet je, het boeit niet wat voor naam ik doe. Hm. Ik doe een renner van deze naam of zo, want CJ heeft dat geen leuke naampjes. Coconut, of heb ik die al? Coconut. Blamper heb ik die nog niet. Oh, jawel. Dan nee, dat is niks bij. Of ik gewoon coco noem. Coco. Sure, we doen hem even lekker coco noemen. Hopla. We gaan hem gewoon lekker coco noemen, omdat het kan. Nou, naast stal. Hup. Nu ben jij in de beurt. Oké. Welke naam zullen we doen? Zullen we die ook gewoon random doen? Want... ja, deze gaan we ook gewoon random omdat het een ruiterfestival is. Oké. Even kijken. Wat is een leuke naam? Day of Twilight. Class Nature. Ik weet toch niet wat voor naam. Wolf Beauty. Saber Bite. Silver. Step. Nugget. Zebra. Diamond. Forest Trail. Beer. Flash. Lemon. Forest. Forest. Hallo. Oh. Forest. Ja, we doen die. Ik vind hem prima. Want deze is een nice loop. Zo heb ik deze zilver nog of zo. Maar ja, ik vond het wel een leuke naam. Maar ja, ik heb bij die andere naam al koken genoemd. Dus we gaan deze gewoon zilver noemen. En nee, we doen deze die. Hup. Dus zo. Je hoeft die paar niet te laten zien, want jullie kennen deze rassen al. Dus ja, dat is een beetje gek om dat nog te laten zien. Ik ben gewoon lekker handig om deze paarden te gaan kopen. En ik heb er nog maar zoveel stakers over. Maar dat is niet erg, want ik ga binnenkort als we Starkos weekend is weer Starkos kopen. Dus komt goed. Komt goed. Ik hoop ergens in april zoiets. Einde van april, hoop ik. Dat het misschien anders is. Oké, ik kan net meedoen met de champ. Alleen ik accepteer die dingen niet, maar dat is voor mijn ander paard. En ik weet even niet meer welke champ het was. 2 uur, dat is de New Hill Quest. Oké, we gaan dan snel. Ik denk niet dat ik het ga halen, maar... en als ik het niet haal, ja, dat is niet erg. Dus... hallo paard, dank je. Moet ik wel even die missie even accepteren, anders heb ik er ook geen niks aan. Maar we hebben nu 3 nieuwe paardjes gekocht. En ja, dat is een beetje... ja, eigenlijk mijn stak is omlaag gegaan. Oepsie. Maar dat is niet erg. Ik vind het wel oké. Maar ik ga dadelijk gewoon niet terug. Om de andere item te gaan bekijken. Want nu heb ik daar geen tijd van. Ik heb nog maar 2 minuten voor de jam. Ik wil nog even de jam doen in mijn updates video's. Dat heb ik al de hele tijd niet meer gedaan. En ik vind het wel grappig om een keertje weer eens te doen. Zeg maar. Oké, dat is deze. Deze accepteren. Lalalala. En nu heel kwetsbaar sta je. Hupla.
Nee, ik ga nu een champ doen, dus ik ga niet meedoen. Goed, ja. Als ik klaar ben met deze update, ga ik even snel wat drinken, want het gaat een beetje... Oh, ik heb nog een minuutje. Dan was het niet zo erg geweest. Hallo? Het is een beetje stom om met de Neville uit te praten doen. Maar ja, ik accepteer deze dingen toch niet. Ik moet dat niet gaan vergeten. Hallo, dit is Naomi. Hè? Hallo Naomi. Ik had je even gebruikt voor mijn video. Hopelijk vind je het niet erg. Nee, denk ik niet. Dat je het wel leuk vindt. Ja, mijn horloge gaat steeds af, omdat ik zo'n timer heb dat ik moet drinken en zo. Want dat doe ik bijna niet zo heel erg. Dus daarom gaat nu meer tijd mijn loge af. Om te zeggen van hallo, ik moet drinken, hallo. Maar je moet die even richten, ik ben even meteen bezig. En waarom rennen deze mensen? Ik snap dat niet. Maar oké. Dit moet ik niet accepteren. Even lekker hoog doen. Dit doe ik even. Zo. Kan ik tenminste kijken of een plek ik sta. En dan zie ik het eigenlijk nooit. Ik moet wel even omlaag van, hey, wat voor een plek sta ik nu? Oké, ik moet me klaarmaken. Nou ja, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Ik weet niet. Waarom kut dit? Ik zou niet weten. Stalstable logica. We hebben lekker weer nieuwe paardjes gekomen. Leuk. Maar komt dat nog andere paarden met deze festival eigenlijk? Want dat heb ik geen idee van eigenlijk. Want meestal komt er nieuwe paarden in het festival, maar dan... Ja, is er maar een paar of zo? Wie weet dat, denk ik. Ja, dan moet ik maar eens een keer kijken in de website of nog. Of er nou nog meer paarden uitkomen. Want ik heb echt geen idee. Want als er nog meer paarden uitkomen, dan zit ik wel een beetje krap. Maar dat is niet erg. Helemaal niet erg. Vind ik wel oké. Even hier jumpen. Wow, ik ga nu eens een keertje goed in mijn leven. Normaal ging dat maar fout. Ja, ik wou gisteren ook een champ video maken over wat de fijne deel. Alleen, neem mijn microfoon, dat wacht geen zin meer aan. Dus dan is het helemaal geweldig. Binnen van de reden had mijn Windows, ik heb Windows, heeft dan mijn audio uitgezet. Ja, lekker dan. Dat is dan helemaal geweldig. Hoe zal iemand weer in? Hallo? Dat is de bedoeling. Die mag mij inhalen. Niemand. Ik ben echt gefocust aan het racen hier. En ik wil Ashley even inhalen. Of ja. Liv of zo. Hallo? Ik. Mijn paard had even geen zin in. En nu ben ik helemaal lang. Nee, genoeg. Dat vind ik dus niet leuk, hè? Net ging het helemaal goed. En ik faal gewoon eventjes. En. En ik ja, verpest het gewoon helemaal. Ja, doei. Hopla. Ik zet hem altijd in, ja. Ik ben gewoon een zevende. Hondig. Help, ik moet zeggen help. Heb ik iets gemist of zo? Nou ja, jullie hebben allemaal goed gedaan. Ik ben zevende. Oké, dat ging niet accepteren dus voor mijn andere paard. Het was een beetje nutteloos om dit met deze paard te gaan doen. Dus wat we gaan doen is... Ja, terug naar Moorland. Dan gaan we even kijken wat... ja... De nieuwe Lifetime Shop is. Ik kwam even niet op, sorry. Dus gaan we dat even kijken. En dan sluit ik de video af.
Want dat is wel 30 minuten. Ja, oké, meestal ging het ook een beetje fout natuurlijk. Hallo paard, mag ik in de trailer IW? Even kijken. Moorland. Gaan we even kijken wat de item is van de Lifetime Shop. Ja, kan je alleen kopen als je lifetime bent natuurlijk. Dat is gewoon gratis. Als je lifetime bent, kan je gewoon gratis spullen gewoon pakken. Of jatten, wat je het liever wilt. Nou, gaan we even kijken. Een hele leuke kleurrijke cap. Nou ja, helemaal leuk. Waarom gaat mijn paard dat steeds doen? Wow, oké, wat gebeurt er? Helemaal geweldig. Maar niet heus. Even korte. Zo. Dan ik in mijn foto. Ik doe eventjes mijn eigen camera op. Zo. Nou ja, ja, die paden weten we ons een beetje al. Dus die paal wat al staan, 40% korting. Ja, nu ga ik ook even kijken ook, want nu ben ik een beetje in de weg. Dat zijn toch deze paden? Ja, want die heb ik al. Ja, en als je deze paard wil hebben, nou ja, hier staan ze dus. Want ja, ik hoef niemand te kopen, want ik heb ze allemaal al. dat vind ik wel grappig. Huh? Oh, wow, die is volgens mij 510. En, oh ja, deze is volgens mij het enige wat goede koper is dan de rest. Maar dat is helemaal fijn. Oh, ik dacht toch even dat ik de tweede zelden had. Maar dat is niet zo. Ja, volgende week, ik zeg het weer, sorry. Moeten we klaarmaken voor de spanning die je ooit zal beleven, nee, grapje. Dus de uitdaging met Sabine. Dus ja, dat gaat helemaal leuk worden. We mogen kiezen of we blijven een vertrouwd persoontje. Of we gaan tegen Sabine rijden. Ja, dat gaat helemaal leuk worden. Dus nou ja, dit was het einde van deze video. Ik hoop deze video leuk vond. En ja, ik ben nog steeds bezig met een intro voor jullie te maken. En dat duurt nog iets langer wat ik had gedacht. Dat spijt me daarvoor. En ja, dan sluit ik hierbij de video af. En laat de reacties weten of er nog meer paarden uitkomen in de versie, want ik weet het al niet meer. Maar als het wel zo is, ja, laat me dat even weten. Dan ga ik ze ook kopen als ze uitkomen. En ja, dan zeg ik tot de volgende keer. Bye bye. En morgen ben ik misschien live op YouTube. Of misschien nog met Twitch erbij, weet ik niet, maar dat kijk ik nog wel. Dus ergens rond de avond. Rond 7 uur zoiets. En ja, dat krijgen jullie nog wel een keer een backupje van. Backupje. Oh, echt. Krijg je nog zo'n melding van als je geabonneerd bent. En zo'n belletje. Dan kan je het wel een melding van krijgen. Als ik live ben. Ja, dat wil ik even zeggen. En dan zie ik. Tot de volgende keer. Bye bye.